Ja, dames en heren, van mij kan een goede dag. We gaan het vandaag over politiek hebben, waarbij we dus aan de heer Sukul gaan vragen, namelijk als hij met een bepaalde uitspraak mee eens is. Het is namelijk zo dus dat ik niet zo gisteren of hier gisteren hoorde ik een interview van een oud politicus en die gaf aan dat de fouten en wat die gemaakt zijn bij deze regering niet de schuld zijn van Santoki, maar van de mensen omheen. En ik kan me dus herinneren dat een soortgelijke uitspraak ook is gedaan ten tijde van Boutersen en ook ten tijde van Finiciaan. En met de bedoel van Kimboy, dat we sabi dat die Jopie Pengel bedoel wat uitspraak na dat mijn vader en mijn kaar densma den fiofios. Dus nu wil ik weten van is het werkelijk waar dat het niet de politieke leider, de premier, dan wel de president is, die schuldig is aan mismanagement van de regering, maar het is de schuld van zijn omgeving. Meneer Sukul, hoe gaat het met u? Ja, wat moeten we zeggen, Ricky? Zoals het gaat in het land. Dus, we blijven moeite doen om te overleven en kijken uit naar betere tijden. Ja. We geven de strijd niet op dus. Oké, dus je gelooft er wel in dat er betere tijden zullen komen? Kunnen komen. Ik heb een intro gehouden waarbij ik dus die vraag stel van is het zo dus dat Chandrika Prasad Santokhi niet het probleem is, maar dat het is eigenlijk de mensen die omheen zijn en het werk niet goed doen. Wat is je mening hierover? Dus gedeeltelijk is dat waar. Maar het probleem ligt dieper, Ricky. Het probleem ligt in onze politieke constellatie. Hoe zijn onze politieke partijen in elkaar gezet? Hoe functioneren ze? Kijk, normaal is het zo dat je in een vereniging een gemeenschappelijk doel hebt. Als het een voetbalteam is, met een bestuur en vereniging en leden, en de familieleden van de spelers en vrienden, die door dik en dun bij elke wedstrijd aanwezig zijn om hun vereniging te ondersteunen. En even een man in playboom, dat de mij maar vanuit het stadion, trainer Sakariki, waar ik in de playboom, aan mijn stera play. Of wanneer de trainer een fout maakt, dat de man ook schreeuwt van trainer, zei je doe. Zei psa. Af dat op de trainer. Dus dat de belanghebbenden, de leden en de mensen die op zo'n partij willen stemmen, ook kritisch kijken naar de partij. En zich goed laten informeren. Toch? En de partij moet ervoor zorgen dat alle leden en ook niet-leden kennis dragen van hoe zij het land willen ontwikkelen. Vooruit willen brengen. Toch? Welke sectoren ze zien als kanshebbenden. Toch? Welke sectoren niet. Om je een voorbeeld te geven. Kijk. Alamang ebarsenang toerisme. Maar laten we eerlijk zijn. Wat heeft Suriname om een toerist uit de rijke landen te bieden om hier te komen? Waarvoor gaan Europeanen naar andere landen? Hebben we ons ooit dat afgevraagd. Toch? Mm-hmm. Dus wij moeten dus voor ons vaststellen welke sectoren maken kans om ontwikkeld te worden zodat wij welvaart en welzijn kunnen creëren voor de hele bevolking, voor de totale samenleving. En dat gebeurt heel weinig of bijna niet. Mm-hmm. En wat je ziet gebeuren is dat we dan ons allemaal eigenlijk hangen aan de voorzitter van de partij, die middels macht, niet van je kennis, maar middels macht, zoals Ama App Money voert, om iedereen te patroneren, iedereen te regelen, of de structuren van de partijen zijn van die aard, bijvoorbeeld, neem maar bijvoorbeeld als voorbeeld de NPS. Mm-hmm.
of de NDP. Die hebben afdelingsbesturen en andere afdelingen, toch? En wat gebeurt er voordat er een hoofdbestuursverkiezing komt, moeten de verkiezingen in de structuren gehouden worden. En wat doet de voorzitter dan? Hij zorgt dat in de onderafdelingen zijn mensen komen. In de afdelingen ook hun mensen. En wat je dan daarna krijgt, dat bij acclamatie hij wordt gekozen. Mm-hmm. Want alle de trama's hebben dat eerder minimaal kans. Toch? Minimaal kans dus. Of wie zie doet je moeite? You know, halen, want alle onderafdelingen en afdelingen worden beheerst door de voorzitter en zijn mensen. Mm-hmm. Dus je kon nooit een aanbod. Toch? Bij de Vereniging van Surinaamse Melkboeren, daar hadden we het anders georganiseerd. En we weten dat we daar hadden ook mensen met die ontwikkeld waren. Toch? En niet ervoor waren voor hun eigen belang. Dus wat hadden we toen daar gedaan? Omdat we bij Abmoni voegen met afdeling naar Nikeri, naar Coroni enzovoorts. En dat was ook niet nodig. We hebben gezegd van luister, we houden een grote vergadering. En iedereen die denkt dat hij capabel genoeg is om in het bestuur te zitten en van daaruit de belangen van de melkboeren en de veeboeren te dienen, mocht zijn naam op het bord schrijven. Nee, ik kies 20 man. En daarna mochten de aanwezigen op de vergaderingen dan op een stembiljet de namen schrijven van 8 mensen of 9 mensen die ze in het bestuur zagen. En dan zei Bekkie, de persoon met de meeste stemmen werd voorzitter. Mm-hmm. En de daaropvolgende ondervoorzitter en zo, ego, toch? En de rest van die functies worden dan op een bestuursvergadering bepaald. En dan kreeg je niet dat de organisatie verdeeld was. Mm-hmm. Toch? Want iedereen heeft gestemd. Dus niemand heeft gestemd op basis van Konkru, Eino, stem die Rikki, want Rikki Fufuru, of Rikki Beser, Metita, Poyo, en dat soort dingen. Mm-hmm. Ja, je werd gekozen op basis van je race, van je legacy, van datgene wat je reeds had gepresteerd en op basis waarvan de mensen en je collega's jou kenden. Mm-hmm. Ja, de mensen kenden van je visie, ja, je bijdrage in de verschillende vergaderingen. De mensen zeiden, Amansi, Sabi, samen is doen. Mm-hmm. Dus dat je democratisch gekozen. Ja, maar je kreeg bijvoorbeeld een nadeel dat als 3 mensen hetzelfde aantal stemmen hebben dan. Wat gebeurt er dan? Nou, dus dan nog werd dan de functies verdeeld in een bestuursvergadering. Maar dan wist we, dus in ieder geval, je hebt dan geen gekonkel en allerlei situaties in de organisatie waardoor een splitsing komt, mm-hmm. toch? Zoals het gebeurt in alle partijen. Ja, ja. Ja. En dan PF-voorzitter berekent dat Isabzang, ik blijf tot mijn leven, tot ik leef voorzitter, dus mijn organiseer verkiezing of zo. Dus het is dan democratisch en iedereen betaalt, hoe heet het weer, contributie, toch? Dus zomaar neem je contributie, nee stem. Ja. Zo was het daar gezegd. Maar goed, bij onze politieke partij is het anders gesteld. Dus de man met de meeste, power, kracht en de meeste mensen achter zich, ja, die worden dan voorzitter. En dan gebeurt het heel vaak dat je een zogenaamd eenlijst krijgt. Ja. Omdat andere mensen ook niet durven. Ja. Okay. Om de strijd aan te gaan. Maar oké, dan wil ik dan zowel de NPS en de VHP als voorbeeld nemen. Op een bepaald moment besluit, wat je dus zegt, dus dat de voorzitter ervoor zorgt dat die onderafdelingen, die afdelingen, zijn mensen worden gezet. Oké? Okay? Ja. Wanneer we kijken bijvoorbeeld dus naar de NPS. Op een bepaald moment heeft de Finitiaan aangegeven dat hij geen voorzitter meer wil zijn. Ja. Op dat moment is Rusland geen voorzitter. Dus hij heeft niet bij die onderafdelingen en die afdelingen heeft hij nog geen mensen. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld, dus kijken we naar de VHP. Sarju, die geeft op een bepaald moment aan van hey, ik ben voorzitter af. Op dat moment heeft Chan geen mensen bij die onderafdelingen en bij die afdelingen. Toch? Dan is er dus toch wel eerlijke verkiezingen. Nee, je moet je niet vergissen. Kijk, van tevoren wordt er al gewerkt.
Toch? Mensen, er wordt gelobbyd en er worden groepen gemaakt. En nogmaals, Rusland was misschien geen voorzitter, maar hij was wel in de positie om samen met zijn makkers ja, mensen te accommoderen, toch? Te patroneren, zodat hij gekozen wordt. En je hebt ook gemerkt dat toen hij gekozen werd, heel wat prominente NPS'ers ja, begonnen te vertrekken uit de partij, althans niet meer actief waren. Mm-hmm. Toch? Maar goed, in al die partijen, zoals we ze nu hebben, hebben we een situatie waarbij de mensen met de meeste macht en geld, toch? Want in de staat voorzit de man Kong, ja, aan de voorzitter worden. Als we kijken naar de VAP, ik ben daar geen lid van, maar ik bedoel, ik heb genoeg vrienden en familie in de partij. Dus te meer kost denk dan deze Ebrakoro. Mm-hmm. Dus als er daar een vergadering wordt gehouden, heb je niemand die daar iets tegen spreekt of durft commentaar te leveren. De eerste rij, de tweede en de derde, die houdt altijd zijn mond. En mensen die durven kritiek te leveren, worden daar dus eigenlijk, hoe noem je dat? Zij spoor gebracht. Wel, daar mond dood gemaakt. Mm-hmm. Weet je, en ook al heeft hij gelijk, de mensen hebben geen backbone genoeg om te zeggen van, hey, luister naar bestuur, wat die man daar zei is correct, zo moet het. Mm-hmm. Die mannen laat je alleen, ze zijn eens met je, maar ze gaan het niet zeggen omdat hun privébelang dan in geding komt. Mm-hmm. Maar om dan terug te komen op wiens schuld het is. Kijk, het is de schuld nogmaals van die totale partij, omdat, zoals ook bij de andere partijen, men nooit grondig heeft nagedacht ja, hoe het land ontwikkeld moet worden. Ja, en zijn een probleem van Kondre. Ricky, wij hebben vaker gezegd van hier in dit programma, deze keer ja, wil je de beste dokter hebben, dan maakt het niet uit als die man zwart, wit, geel of bruin is. Je wil de beste hebben, toch? En als het even kan, zeg je van, ik wacht totdat die dokter ook dan terugkomt van vakantie, volgens mimiek de man opereren. We willen de beste. Maar in de politiek is het niet zo. In de politiek van Suriname, in de huidige constellatie, ja, is het zo dat men, ja, if Ricky Ko aan de macht, als hij president wordt, dan Mitori City. Waar mijn naam aan petem, toch? Dat gebeurt er, maar voor de rest denkt men niet van wat het probleem is. Want heel wat mensen hebben gewerkt aan het zogenaamde herstelprogramma van deze regering, toch? Maar ik vraag me af hoe ze nooit tot de conclusie zijn kunnen komen wat het primaire probleem is van dit land. Mm-hmm. En je weet, Ricky, we hebben op school geleerd dat onze economie heeft gedreven op die aluminiumsector, die bauxietsector. Ja? Heel wat economen slaan ze op hun borst. En heel wat mensen schreeuwen Telting en meneer Hilly en Venetiaan heeft toen de Surinaamse economie weer hersteld. Maar niets is minder waar. Mm-hmm. Wat is aan gebeuren, is na 86, 87... is de aluinaarde wereldmarktprijs gaan herstellen. En tegen 86, 87, Ricky, à la wiki, na 3747 bij Sakatap Sanderij. Propvol. Mensen uit Nederland. En if you go ervan uit dat 3 maal 7 is, zeg maar 2000 mensen per week, die hier 1000 euro uitgeven aan hun vakantie. 1000 is te veel, koot ik 500. Look how many money are there, dat direct in de economie gaat. Want deze man heeft Torarica. Ze blijven bij de familie, ze eten en drinken daar. En ze geven daaruit. Te de Bayadoxa of Kaforu. Ja, naar de paai. Ze gaan naar de markt om groenten te kopen of naar de supermarkt. Dus, plus de pakketten zijn bij Konja, bogo. Ja, je weet zelf hoeveel bedrijven we toen hier hadden, die zogenaamde pakketten uit Nederland lieten kregen om dan weer te distribueren hier. Dus money zeker zo'n $200 miljoen bij Komayari is er alleen uit onze familie, de diaspora, toen het ook, want die hadden het toen ook goed in Nederland, de economie in Nederland was ook booming. Ja, dus nu maar bezuinigen bij die, dus maar heel de echt geld over, want die tijd, ja, kun je gewoon even bellen naar Nederland. Dat hey broer, ik wil eens keer een dak moet repareren. En je had zo dat geld. Dus ik moet niet meer komen. En de bauxietprijs ging omhoog, alleen aan de prijs. En op een goed moment
moest Suralco zelf die aluinaardefabriek uitbreiden om te kunnen voldoen aan de vraag. En dat geschiedde tot 2008-2009. Na 2009 begon de prijs van aluinaarde weer te kelderen. En toen kwam in 2010 de waarde van de SRD weer onder druk. Ja, maar daarvoor had Venetiaan ook nog 1 miljard euro ter beschikking uit de ontwikkelingshulp. Nou, hoe hij het gebruik heeft en ingezet heeft, dat is een ander verhaal. Maar uit dat bedrag heeft hij schulden betaald en 250 miljoen euro gezet op de bank, zijn de deviesreserve. Dus er was niets principieel of fundamenteel veranderd aan de structuur van de economie. Ja, die had geleid tot stabilisatie van de munt. Want in 2010, toen meneer president Boutersen aantrad, ja, het eerste wat hij moest doen, ja, was die SRD devalueren van 280 naar 340. Dat was het eerste wat hij moest doen. En dus die daling van de inkomsten uit die bauxietsector, die bleef aanhouden. Die goudsector kwam op, maar het was nog niet voldoende om genoeg op te brengen om die economie te draaien. Vooral waar de centrale bank, ja, was uitgehold. De centrale bank kon niet meer functioneren om die economie te reguleren. Dat Adalai kon via centrale bank en aan de hand daarvan bepalen zij waaraan we prioriteit gaan geven. Ja, gaan we geld vrijmaken om auto's te laten komen of gaan we vrij geld maken om medicijnen te laten komen? Ja, dat deed toen de centrale bank voor 2000. Maar na 2000 had men zogenaamd de economie geliberaliseerd, waardoor de exporten buiten de centrale bank geschieden. Alle demonies hebben gekozen naar een particuliere bank. En de centrale bank kreeg geen rode cent meer om haar taak, de monetaire autoriteit, ja, te vervullen. Erger werd het na 2015, toen de regering Boutersen, ja, de winstbelasting, ontvangsten en de dividenden waarop de overheid recht had, ook weghaalde bij de centrale bank, maar gewoon via de particuliere bank kunnen liet ontvangen. Dus daardoor werd centrale bank gewoon een papieren tijger. Maar waarom zijn die beslissingen genomen? Dus op een goed moment hebben mensen uit Europa, ja, onze deskundigen hier en economen en Hildenberg en Telting uitgelegd dat we de economie moeten liberaliseren, vrij moeten maken, dat economie ook groeit. Wat natuurlijk een leugen was. Ja, ja. Maar als je niets hebt geïnvesteerd, dan hoe ga je oogsten? Ja, we hadden toen Bruinzeel. We hadden toen SLM, we hadden toen Wageningen. Die bedrijven die bestonden, we hadden Tropica. Toch? Als we die bedrijven toen hadden geprivatiseerd, al was het dan gedeeltelijk, zoals we toen met Hagrenbank, dat ik altijd als voorbeeld had. Als we dat het zo hadden gedaan, dan waren die bedrijven nog, toch, in leven en misschien waren ze nu veel verder. Toch? Nu zijn we bezig alles te doen. En sommige mensen vinden ook nog dat Suriname op haar rug moet gaan liggen, zodat we investeerders naar hier toe krijgen. Mm-hmm. Om diezelfde dingen weer op te zetten die we hebben kapot gemaakt. Maar goed, dus het punt is, die economie van ons, de inrichting daarvan, toch? En de controle die na 2000, vanwege de liberalisatie van de economie, ja, het mond dood maken, om het zo te zeggen, van de centrale bank, ja, zodat die geen functie meer had, ja, dat is de ellende van alles geweest. Want omdat niemand meer er was die wettelijk mocht bepalen waaraan je prioriteiten geeft, wat je wel betaalt en wat je niet betaalt. En wat je zag gebeuren ook, bijvoorbeeld Staatsolie, die nam de beslissing in 2009 om de raffinaderij uit te breiden, terwijl zelfs meneer Jarab, die aan de wieg heeft gezeten van Staatsolie, toen had gezegd van, het is geen goede stap. Maar goed, men heeft toen gezegd van, ja, we gaan deviezen besparen. Maar je moet die deviezen eerst verdienen voordat je kan besparen, toch? Mm-hmm. Dus de man investeert dat in Dijkveld.
Ja, en volgens Richard Kalu en andere deskundigen en een ambassadeur had me ook hetzelfde verteld. Ja, dat die raffinaderij die men wou uitbrengen nog geen 250, althans de aanschaf, nog geen 250 miljoen hoefde te kosten. Dus met de bouw kan je dichtbij 350, 400 miljoen dollar komen. Men heeft toen een grote billboard geslagen op Dijkveld. Uitbreiding, staatsolieraffinaderij, ja, totale kosten 700 miljoen. En in 2014 was het 1,2 miljard, 75% meer dan begroot. Ja, ja. En waarbij de begroting al twee maal was. Mm-hmm. Die kan berekenen op mijn doen. Dus had je centrale bank nog in functie en had je toen nog een instituut die de oliesector zou controleren, want we hadden nooit, bedoel, iedereen die de ontwikkeling volgt, ja, wist dat we niet bij staatsolie zouden blijven, want die, dat instituut van Amerika, hoe dat ding weer, in ieder geval, die zich met geologie bezighoudt, ja, die had via satellieten toen al die olie in de golf van Mexico al ontdekt. En kort daarna hadden ze al bekendgemaakt dat voor de Guyana's op zee er miljarden vaten olie en gas, kubieke meter gas lagen. Dus het was geen nieuws. Dus als je daadwerkelijk je bezighoudt met ontwikkeling van je land, en ik neem aan, oké, misschien sliepen onze ambassadeurs toen nog in Europa, in Amerika en in Washington, dat de mannen weer volgen de ontwikkeling. Want dat is ook een van de problemen, dat we ambassadeurs plaatsen om te slapen en te dineren, verder niets. Terwijl je daar zit om de ontwikkeling op de wereld te volgen, zodat je de regering hier kan foodiseren met informatie. Maar goed, dus daar begon het al. Want vanaf 2013 begon de regering, Bouterse, geld te lenen bij de Surinaamse bank. En daarna bij de andere banken. Bijna iets van 56 leningen. Tussen 2013 en 2018 heeft de regering Bouterse toegenomen. En het gros werd besteed aan consumptie. Niet aan investeringen, aan consumptie. Aardappelen en uien. En nog meer. Mm-hmm. Is dat niet? En de jaarverslagen van de centrale bank werden ook niet gemaakt. Hè? Dus ik heb altijd geleerd, aan het moment dat iemand die verantwoordelijk is voor de financiën geen verslag maakt, dat hij sabi dat hij aan het knoeien is. Mm-hmm. Want als je met een financiële rapport naar Bakating, dan fai je sabi waarvoor je gelden hebt gebruikt. En dan heb je weer een assemblée, ja, die nooit er werk van heeft gemaakt om jaarverslagen, ook van de centrale bank, te laten nachecken. Ja, en dat dus naast die van staatsolie en andere bedrijven te zetten om te kijken van, staat daar wat in het jaarverslag van de centrale bank staat, is dat wel correct? En dat alles kan je gewoon doen door dingen terug te rekenen. Hm. Bijvoorbeeld, als staatsolie zegt, luister, ik heb 100 miljoen dollar van dividend gehad van Newmont, dan kan je terugrekenen bij Newmont. Ja, hoeveel de bruto winst was bij Newman. Mm-hmm. Dan kan je ook terugrekenen hoeveel winstbelasting de staat heeft moeten krijgen. En als je weet hoeveel kilogram Newman heeft geëxporteerd en Iron Gold, toch, en de kleine bedrijven, deze om in money go. Ja, maar in 2008 moest Venetiaan, president Venetiaan toen, ook het Goudinstituut bij wet instellen. En hij heeft het niet gedaan. Toch? En zoiets nog meer kwade dingen uitgaat. Bijvoorbeeld dat als je een minister wil vervolgen, je eerst de assemblée toestemming moet vragen. En je begrijpt, zolang Amman die meerderheid, nooit in is dat toestemming. Anders moet je het zodanig echt hebben, hoe noem je dat, overdreven, dat zelf je coalitie zegt, no, die is van ja. Mm-hmm. Snap je? Dus door het Goudinstituut toen niet op te richten, ik zou wild groeien. Iedereen kon het doen. Tot nu toe wat hij wil. De Surinaamse bank schreef in een verslag, staan Iron Gold naar een nieuw montering. Hmm. Terwijl in 2015 president Bouterse, althans regering Bouterse, Calotti had opgericht met de bedoeling dat alle goud die
uit Suriname zou worden geëxporteerd, eerst daar verschoond of in ieder geval gezuiverd moest worden. Waardoor je kan weten bijvoorbeeld om een go-to. Ja, dus nou, maar dan kan dat morgen. En als er überhaupt nog een verschil is in het buitenland, denk ik, oké, dat kan nog. Ja, ja. Maar nu, het is maar exporteerbaar, dat is mijn tegen je voor om te exporteren. Hoeveel kilo, terwijl vroeger, misschien ik groente exporteer toen, moest je eerst een vergunning gaan halen bij de centrale bank. En de centrale bank had de afdeling die de marktprijzen volgde van alles. Mm-hmm. En dan maakten ze een minimaal bedrag voor je, dat je verplicht was te storten bij de centrale bank, anders in een kiesvergunning voor exporteer morgen. Mm-hmm. Dus er was controle. En men heeft dat toen weggehaald, Venetiaan heeft dat toen weggehaald. Is de export gegroeid? Nee, in tegendeel. Er werd wel geëxporteerd, maar we zagen steeds minder van de inkomsten. President Santokki heeft hier toch ook gezegd, niet zo lang terug, dat bij de houtexport vreselijk wordt ondergefactureerd. Mm-hmm. En dat Suriname miljoenen dollars daar, zeker in de orde van 100 miljoen dollar verliest. Maar wat heeft hij gedaan? Wat heeft hij gedaan? Hebben de mensen om hem heen hem belet maatregelen te treffen? Hij is bij wet de president en degene die maakt en breekt. Wie heeft hem verboden om die wet te maken? Mm-hmm. Als hij die wet niet heeft gemaakt, toch, heeft hij het gedaan om de mensen om hem heen te faciliteren en ruimte te bieden om geld te maken. Mm-hmm. Dus je kan de mensen om hem heen niet verantwoorden, want hij is de verantwoorde. Mm-hmm. Ricky, jij bent thuis degene die brood op de plank moet brengen. En als er geen brood komt, dan heb je nog contact naar je chimbrada of je buurvrouw of buurman. Zorg dat ik in het jaar kom. Dat is verantwoordelijke. Dus zo zijn er heel wat dingen gebeurd waarbij dus op een goed moment de regering Boutersen de salarissen niet meer kon betalen. Omdat het financieel beheer niet richtig gebeurde. Er werd geld aan alles uitgegeven behalve aan ontwikkeling en dure investeringen. Toen al was ons onderwijs al onder druk. Toen al was onze gezondheidszorg onder druk. En nu wat we nu zien is eigenlijk de accumulatie. Van de afgelopen 20, 30 jaar. Ja, ja. Wat we nu zien. Ja, en door een beetje gebrek aan visie en kunde is het nog erger geworden. Mm-hmm. Is het nog erger geworden. Dus ik wil eventjes bij dat punt van een volksgezondheid bij blijven. Omdat donderdag een of andere conferentie is geweest. En toen is dus aangehaald dat vanaf na 2012, 2013 er geen statistieken meer zijn verzameld van doodsoorzaken. En wat ik zo grappig vind is dat ex-directeur van Heersel en mevrouw Simons dat eigenlijk dus aangeven. Maar zij waren toen de tijd toch in de positie om zaken in orde te maken. Dus ik kon dat wel een beetje hypocriet overkomen van dat ze dus dat niet kunnen aangeven. Maar dat is eigenlijk een van de symptomen van onze politieke constellatie. Wanneer je niet in de regering zit, weet je alles. Mm-hmm. Ben je alwetende. Maar tegen een coalitie, tegen een regering, weet je plotseling niets meer. Ja, ja. Kan je niets meer herinneren. Dat maken we vanaf 1975 daarvoor zelf mee. Misschien daarvoor minder, maar in ieder geval na 75 zeker. Ja. Kijk, om een strijdstraatje even te nemen, Ricky. Gezondheidszorg, onderwijs, zijn sectoren die in feite bepalen als je land kan ontwikkelen of gaat kunnen ontwikkelen en in welke tempo. Dus daarvoor moet je altijd geld hebben. Mm-hmm. Je moet altijd geld vrijmaken voor die twee dingen, onderwijs en gezondheidszorg. Want je mensen moeten gezond blijven om hard te blijven werken. Mm-hmm. Toch? En je mensen moeten steeds nieuwe kennis krijgen om hun werk beter te doen. Je nou kan verwachten voor een tjinsa moet aan naten of in zijn tijd dat ego chap grazie naar hawaai grazie. Mm-hmm. Er zijn daarvoor allerlei gereedschappen ontwikkeld, gewoon machinaal. Mm-hmm.
Dat je binnen de korte tijd dat werk dat je in een hele week zou doen, hebt gedaan. Ja. Maar dat, daarvoor is kennis nodig. En ontwikkeling. Vooral ontwikkeling. En bij de huidige politici, ja, ontbreekt alle vorm van ontwikkeling. De mannen babbelen wel, maar ze weten niet eens waarover ze het hebben. Mm. Waar iedereen schroot, onderwijs, gezondheidszorg, dit en dat. Maar ze vragen ze van een paying. We willen het beste van het beste hebben, maar daarvoor heb je ook goede en kwalitatieve, goede docenten nodig. En zij kosten nogal geld. Ik ken mensen uit Suriname in Nederland die niet meer werken, maar de wereld rondreizen om voordrachten te houden. Ja, ja. Over hun opgedane kennis. En die mannen verdienen veel meer, ja, dan de doorsnee ondernemer in Nederland. Toch? Dus kennis maakt mensen. En zou ons bedoel, ja, wij hadden toen moeten analyseren wat de werkelijke problemen zijn. En dan zouden we automatisch belanden bij het niet ophalen van onze gelden uit de sectoren die exporteren en produceren in dit land. Toch? Toen deze regering aanzat, was ik een van de eerste journalisten die, en ook bij de vorige regering, die altijd vroeg, mensen leunen vaker naar de opbrengsten uit de goudsector. We hebben de deals gemaakt met Iron Gold, toen Cambior, bij een wereldmarktprijs van $350. Ricky, vandaag is de prijs $2300 voor een troy ounce. En onze regering heeft nog steeds geen reden om met Newmont aan tafel te gaan zitten. Mm-hmm. Ja, bij de eerste keer dat we hem vroegen, zei de president, ja, we gaan geen wetten openbreken. Mm-hmm. Dus met andere woorden, ons onderwijs en gezondheidszorg mogen naar de maan, mm-hmm. maar denk, weet mama, tja, dat moet niet weg. Ja. Daarvoor hebben we toen gekozen. Mm-hmm. Een president die zegt, en de vorige deed dat ook zelf, want mm-hmm. toen Alcoa vertrok en we als actiecomité eisden van de regering Bouterse van Eireno, de Mano Kangwe zonder pay schadevergoeding voor de 19 jaar, ja, waar we inkomsten gaan ontberen. Ja, de president Bouterse van toen, en met zijn partij ook, want die hielden hun mond dicht, dan ook meneer Sloten, mm-hmm. want die vonden van ja, die Amerikanen hebben heel veel konmangs. Mm-hmm. Ja, en wij hebben ze niet, dus we lassen. Ja, ja, ja. Maar ik zeg, je kan liever vechten ten onder gaan dan als een lafaard met je staart tussen je benen, ja, wegkruipen. Even, je hebt die naam Sloten aangehaald, maar hij is geen NDP'er. Hij zat nooit in de regering. Maar in ieder geval, dus, hij hoorde tot de partij. En hij was revolutionair. Hij was van de partij. In ieder geval, als hij heeft mogen meewerken bij de evaluatie van de afgelopen verkiezingen, dat kan je niet doen als je niet iets te brokkelen hebt in de melk in de partij. Ja, ja. Maar oké, wat is de zaak? Okay. Ik wil even terug, omdat je opmerking hebt gemaakt over onderwijs. En er is recent door meneer Ori een persconferentie gehouden. En hij heeft dus toen gezegd, toch, er komt in januari een heel gestructureerd aanpak. Het ministerie zal hierbij steun krijgen van vrienden uit de diaspora, waarbij de scholen van 1 tot 3 uur 's middags de gelegenheid geboden zal worden aan kinderen om extra lessen te volgen in taal, rekenen en een aantal creatieve vakken voor talentenontwikkeling, zei minister Ori woensdag op een persconferentie. Dus wanneer ik je daar zo hoorde zeggen van vroeger, je hebt tegenwoordig mensen die dus al gepensioneerd zijn en erop uitgaan om presentaties te houden. En, niet alleen gepensioneerd, ook mensen die pas gepromoveerd zijn. Ja, ja. En ze verdienen er flink aan. En dan lees ik dit, dan heb je het eigenlijk over die diaspora vrienden die Surinaams onderwijs gaan redden. Kijk, het is een nobele, een goede voornemens van de minister. Mm-hmm. Wat de minister niet beseft, dat als de omgeving van de kinderen toch niet optimaal zijn, toch?
ze ook niet optimaal gaan kunnen studeren. Mm-hmm. Dat kind moet wel goed gevoed zijn, toch? Mm-hmm. Kinderen die niet ondervoed zijn, ja, hebben weinig kans om goede resultaten te halen. Jij bent wat dat betreft beter geschoold dan mij in dat vak. Dat maar ik want chinonjambong, van je hersenen overrokken. Ja, ja. Je begrijpt het. Dus als hij dat doet, moet hij ook geld hebben om de kinderen tussen 1 en 3, in ieder geval, ervoor te zorgen dat de kinderen met een gevulde maag, ja, en gezond de lessen kunnen volgen. Want dat dan maar op je probleem zou hebben. En nogmaals, je kan goed geschoold zijn, je kan de beste minister op onderwijs zetten, maar als er geen geld is thuis om die kinderen goed te voeden, goed op te voeden, dat ze goed kunnen, kunnen sporten. Ja? Want je hebt sport, waarom wordt sport in Amerika of in de rijke landen, ja, gestimuleerd? Omdat dat ook helpt de hersenen van de kinderen te ontwikkelen, mm-hmm, en de kinderen ook te vormen. Want tegenplay bal, daar referee blo, deze staat er in stop. Tabal go over a bakalijn, deze staat er in bal. Je leert regels, met regels om te gaan. Je leert met regels omgaan, je weet waarvoor die regels zijn. Zodat, ter man tegen bij wet is het verboden om te stelen. Tak in het tak zo maar tak zo. Waarom mag ik niet? Zo maar naar school toe. Mm-hmm. Toch? Ja, ja. Ja, want hij zo maar naar referee. Tramai go long voor mijn referee schreven. Mm-hmm. Omdat hij maar fluit. Weet je? Dus opvoeding. Dus er is meer nodig dan bij les. Mm-hmm. Toch? Om ons onderwijs op. Natuurlijk is alles wat je onderneemt om het beste van te maken goed. Maar we gaan pas goed resultaat, ja, bereiken wat wanneer Ori durft aan de president te zeggen, president Yerenobara, dat graf van je gaat nu moet stoppen, want ik ga niet als minister daar zitten, ja, en met allerlei dingen bezig houden, allerlei kosties nemen en allerlei, hoe noem je dat, zaken doen die niet tot resultaat leiden. Ja, mislukkingen en miocharaning. Terwijl jij niet zorgt dat geld op tafel komt. Mm-hmm. Toch? Ja, ja. Want jij als president, in Goteka Morina, Ayen Gold, in Goteka naar Nieuwmond, in Goteka naar kleine goudsector, ja, in Goteka naar de Udumang, zodat je kan jimmen, dat je kan zorgen dat je. Hetzelfde geldt ook voor de minister van Volksgezondheid. Mm-hmm. Hij kan mooie praatjes verkopen, maar zonder geld gaat hij niets kunnen doen. Mm-hmm. En dat kunnen we uitschelden, maar hij is in gebreken in zoverre dat hij zijn baas, de president, niet zegt, president Jereno, je gaat me niet voor die ezelkarretje spannen. Toch? Imgotekamoni, anders kan ik niets doen. Ja, maar daar is hij minister af, toch? Dat is noos. En dat is zo in dit land, dat onze intellectuelen, ja, hun rug niet recht kunnen houden. Volgens mij hebben alle onze intellectuelen iets aan hun rug. Want als iets niet goed is. Je bedoelt een beschadiging aan hun rug? Ik weet niet wat het is, maar ze kunnen het niet recht houden. Want als je iets niet kan doen, als je niet kan functioneren, omdat degene die jou in die positie moet brengen zijn werk niet doet, toch? Ja, dan bedankt. Ja, maar dat. Aboy heeft mijn mangona privé-score moro. Meneer, 100.000 Amerikaanse dollar auto afrouwen om aan rijden moro. Dus met andere woorden. En hoe de man reizen moro. Je mag een totale samenleving achterhouden om de privileges van jouw kinderen en jouw vrouw. En jouw buitenvrouw. Mm-hmm. Dat dan keuze. Kan je buitenvrouw? Dat dan keuze zijn, Mickey. Dus dan, en daar heb je dus dat het kiezersvolk, ja, in tekort schiet. Toch? Want het kiezersvolk moet niet meneer Ramadin of meneer Ori om rekenschap vragen. Ze moeten gaan naar de president, want die is de uiteindelijke verantwoordelijke. Ze moeten gaan naar de DNA en die totale DNA vragen van Ere Seipsa. Wanneer de Energietarievencommissie rapporten uitbrengt en waaruit blijkt dat Staatsolie en EBS de energietarieven onnodig opjagen en daarmee de economie en de huishouding schaadt. Want als je, zoals de minister dat zegt, je airco, ja, niet moet aanmaken, je mag het niet moet gebruiken om energie te besparen. Dat is achteruitgang. Omdat mensen bij Staatsolie en EBS, daar zitten de hele boel, daar zitten eigenlijk, ja, wel zou ik een vies woord gebruiken. Maar zo lang, ik bedoel vanaf 2022,
is de vakbeweging bezig met de president hierover. En tot nu toe weet niemand hoe de prijs, hoe staatsolie en EBS aan hun prijs komt. Mm-hmm. Het is makkelijk. Iedereen weet, het is het publiek geheim, toch? Hoe het komt. Maar de president moet optreden, toch? En dat doet hij niet. Dus meneer Ori en meneer Amadi moeten bij hun president gaan van ere president. Als je wil dat onze kinderen presteren, als je wil dat onze gezondheidszorg niet verder achtergaat, is er geld nodig. En het is mijn begin dit doen als je de loontje met $750,000 vrij. Ja, ja. Je hebt in, dat rapport gezien van IMF. Die, althans, het rapport die IMF heeft gekregen van de minister van, Financiën en Planning. En je hebt bijvoorbeeld dus toen maar op gewezen dat voor onderwijs $1,200 Amerikaanse dollars per jaar per kind is besteed in 2023. En dat dus willen we, berekenen we 150.000 studenten en leerlingen om het onderwijs naar een hoger niveau te brengen, moeten we 1,3 miljard Amerikaanse dollars besteden aan onderwijs. En je wees me ook erop van dat wij hebben dus $1,200 Amerikaanse dollars per kind per jaar. En dat klinkt zo mooi leuk. Maar Nederland per schoolgaande hebben ze 65.000 per jaar. Dus en je hebt die ook erop gewezen van dat UNAF door 65.000, CODOR 10.000, dan hebben we die 1,3 miljard nodig. Ja. Over dat bedrag praat je eigenlijk? Ja, dus, het was niet volledig. Van die $1,200, ja, one deal ik was corruptie. Ja, ja. Ook dat nog? Ja, toch? Well, we hebben de minister toch vaker gehoord dat bus e pai tuel, bus niet rij. Ja, ja. Die is e pai trama e kies salaris, maar de man e kauroko. Dat is allemaal corruptie. Mm-hmm. Geld dat wordt onttrokken aan de kinderen van ons. Toch? Wanneer een monisa e pai a ambtenaar zijn e kauroko, ibe kampot wang, netjes toiletpot die abtintak a chikango af. Is dat niet toch? Dus die corruptie moet je ook meenemen. Maar punt is Ricky, dus die doen we met een analyse. En nu, dus het herstelprogramma voor de IMF, dan doen we met alles wat, en met die true Ricky. Dus de eerste keer toen ik dat ding onder ogen kreeg, mijn blader even aan terug direct in de prullenbak. Met de radicaat toen ik journalist. Mijn terug en meteen mijn collega's dat dit is onzin, men houdt de boel voor de gek, want hiermee gaan we niet uitkomen. En ik heb ook een artikel in de Ware Tijd geschreven toen, met een meneer die in het donker, onder een lantaarnpaal zijn kwartje zocht, terwijl hij zijn kwartje in het donker had verloren. Toch? Dus, en ik heb toen uitgelegd dat die IMF-programma ons niet uit de pinari zouden helpen, omdat men niet bezig was de primaire problemen op te lossen. En die primaire problemen waren 1, de ontvangsten van de staat, en 2, die corruptie. Toch? Die 2, die corruptie. Dus daaraan is er niets gedaan. En ik heb die mevrouw van IMF ook bij de voorlaatste persconferentie met haar gevraagd, van luister, als we weten dat het probleem de ontvangsten zijn, ja, en niet de uitgaven van de staat. Ja, waarom gaan we een programma uitvoeren dat het probleem bij de mensen thuis alleen maar erger maakt? Want we waren al na 2013 reeds armer aan het worden. Mm-hmm. Toch? Het is niet zo dat we na 2018 of 2019 armer zijn. Vanaf 2013 waren we reeds armer aan het worden, omdat die kurk van ons, die aluminium boot van ons, en het verzinken was, en het zinken was. Ja, gewoon omdat daarvoor de konman Funu, toch, die ons vertelde dat ze de economie toen hebben genezen, niet ervoor hadden gezorgd dat er meer werd geëxporteerd, dat er meer sectoren bij kwamen, zodat wanneer die aluminiumboot zou zinken, we door konden varen. Je zag het toch? Dus na 2013 begon die crisis weer toe te nemen. En het werd verergerd door het wanbeleid van Boutersen 1 en 2. Mm-hmm. Het werd maar erger. Dus
Zakop zei, die dan maakte nogmaals een rapport voor het herstelprogramma. Ja, het was totaal verkeerd. Alles gebaseerd op zaken die niet realiseerbaar waren. Want in die zin van, if you have money, toch? Ik bedoel, if you have money, loods naar Paramaribo naar Keizerstraat. Kan je dat niet brengen als economische ontwikkeling en groei van de economie? Dan want ik in een druk verstand. Dus alle de massa wil ook naar een rapport dat hij, toch? Minister, per dan heb je verstand. Want het was een persconferentie voor VIP ook toe, one day of two day voor zijn verkiezing, toen ze hun programma hebben gepresenteerd. Meneer Agubarsing was in de commissie die dat projectdossier van hen had geschreven. Heb ik ze nog uitgelegd? En ook de prijs voor go-to naar aluminium en steeg en olie. En ik kies more money, waardoor je meer geld kan uitgeven, ja, dat er sprake is van economisch groei. Je kan meer geld uitgeven, maar er is geen economische ontwikkeling plaatsgevonden. Je hebt meer geld gehad in je la, maar dat is niet gegaan omdat je meer ontwikkeling hebt gehad, dat meer sectoren, ja, erbij zijn gekomen of sectoren zich verder hebben ontwikkeld. Die mama dat de prijs weer zaakt, zit je weer in een crisis. Ja, en dat herhaalt zich vanaf 1980, Ricky. Mm-hmm. En onze economen en onze politici, die leren niet eruit. Dus die president Santoki kwam aan de maag. Toch? De Aksing, waarom ga je niet onderhandelen? Maar dat nou, we gaan geen, hoe heet het weer, wetten openbreken. En zijn resultaat, in haar verslag van Miguel, zijn financiën Mickey, over de periode 23 januari, 23 tot december, staat duidelijk dat de regering wel het uitgaven heeft teruggebracht naar wat ze ontvangt. Dat zogenaamd zouden een tekort hebben van 3%, maar alleen, want hij heeft 2 miljard meer uitgegeven. Dus het tekort was uiteindelijk niet 3%, maar veel meer, want je hebt 2 miljard meer uitgegeven, die je niet had. Dus wat men heeft gedaan, men heeft onze levensstandaard verder naar beneden gebracht. Mm-hmm. Toch? Teruggebracht, waardoor die overheid minder uitgeeft. Maar, intussen, in die 3 jaar, hebben we niets gedaan om meer te verdienen. Want al die tijd heeft Santoki, president Santoki en de mensen om hem heen en alle andere deskundigen ons hoofd volgepompt. Dat oil and gas, we gaan een gouden toekomst. Is dat wat jaar in Bouters en Betheo? Ik dacht dat het in 2012 was. We gaan een gouden kerst tegemoet. Uiteindelijk kwamen wij van een koude kermis thuis. Nou, de maas die houden voor dat we goede tijden tegemoet gaan vanwege oil and gas. Ja? En is dat mijn actiepresident Santoki dat op de persconferentie ving. Ik kan met staatsolie publiceren de cijfers op basis waarvan staatsolie voor de overheid, voor de regering en de gemeenschap uitrekent dat we $42 miljard gaan verdienen in 20 jaar, terwijl volgens Total het bedrijf maar 10 jaar gaat bestaan. Ja, ja. Hetzelfde geldt ook voor Petronas. De regering, ja, heeft Petronas 10 jaar vrij van belasting gegeven. Terwijl in Trinidad, die langer met gas en olie bezig is, vooral gas, de man tak a hoeveelheid Serema Abdap is evenveel als in blok 52. Van Suriname. Ja. En de man tak dat na 10 jaar, ook teki verklaar dat hij. De FUGI Petronas 10 jaar vrij van belasting. Die tijd, tegen de tijd dat jij winstbelasting moet innen, is dat bedrijf weg. Toch? En voorlopig zijn er geen andere gasvoorraden ontdekt door Petronas waarvan je kan zeggen, ja, maar dan, dat oude je ontwikkeling. Is dat wie? Ja, ja. En de president heeft ook gezegd, na zijn komst uit China, van ja, we gaan West-Suriname ontwikkelen met goedkope aardgas. Kijk, er is tot nu toe, we zijn nu in 2024, er is tot nu toe geen enkel bedrijf gevonden. Althans, er is geen contract getekend met geen enkel bedrijf die bauxiet in West-Suriname gaat ontwikkelen. Ja, tot aluminiumproducten, et cetera, et cetera. Dat je kan zeggen, je gaat alle gas hier gebruiken.
Want Petronas heeft in de ondertussen gezegd, ze gaan vloeibare gas maken van dat ding en exporteren. Mm-hmm. Dus ben je over naar gas. Als überhaupt iemand morgen begint met bauxiet daar te ontginnen en te verwerken. Mm-hmm. Maar dat gaat binnen de 3-4 jaren nog niet gebeuren. En ik weet nog niet, gezien de ontwikkelingen op de wereld, want China, waar naar de minister verwees, Sinalco, die heeft zijn eigen voorraden die hij nu al exploreert in de wereld. Ja, toch? Ja. En die handel op dit moment ligt ook zo'n beetje op zijn rug. Dus als die bauxiet van ons zo aantrekkelijk zou zijn, zouden mensen nu al hier zijn gestreken. En Suralco zou zelf nooit weggaan. Ja. Is dat niet toch? Ja, dus ja. Wat er nu gebeurt is dat wij worden lekker gemaakt met een toekomst waarvan we nog niet zeker zijn. Toch? Want Tangano, Ricky, weten we nog niet wat er precies in dat contract met Total staat. We hebben een paar keren aan de regering en aan Staatsolie gevraagd. Het wordt niet gepubliceerd. Evenzo als de cijfers waarop meneer Jagister van Staatsolie ons rijk rekent. Wat is dat? De Bigisma betekent altijd, rekenen is nog niet ontvangen. Mm-hmm. Ja? Maar tot nu toe ook, Ricky, is er nog geen enkel instituut door de regering Santoki in leven geroepen die de ontwikkelingen op zee moet controleren. Want met de bouw van die raffinaderij en alles eromheen is al genoeg bewezen, ook met een van die energietarieven, hoeveel staatsolie, ja, eigenlijk hoe ze het menen met de ontwikkeling van onze economie. Toch? Ze hebben genoeg bewezen. Dus we zouden nu, net als we vroeger het Bauxiet Instituut hadden, moesten we nu op dit moment, vanaf 2008, een goudinstituut moeten hebben, een olieinstituut, een instituut voor de houtsector, want illiberaliseer alle je economie toch? Mm-hmm. Daarvan je controleren. Toch? Kijk, onlangs in Guyana. Guyana heeft toen accountants gehuurd uit Londen. En die mannen hebben Exxon betrapt. Ja. Op het vervalsen van kosten. Een bedrag van $1.2 miljoen werd $1.2 miljard. En daarvoor had de minister van NH al voor akkoord getekend. Mm-hmm. Toch? En ik kwam me nog herinneren dat ook minister Agbarsing toch in de assemblee had gezegd, kort voordat Ayengol vertrok uit Suriname, dat Ayengol zijn belastingboeken niet, althans zijn boeken, zijn administratie niet wil open doen voor de fiscus. In de assemblee. En de assemblee vraagt hem niet, maar minister, dat zou je doen. Mm-hmm. Want ik had de boel daar gesloten als minister. Dat zolang ik nog zie, niks nip samoro. Toch? Dus wanneer onze politici, door welke reden dan ook, en ik denk dat de mensen kunnen raden waarom ze dat doen, niet bereid zijn de multinationals en alle andere bedrijven die onze grondstoffen waarvan wij als samenleving de eigenaren zijn en onze wettelijke delen moeten krijgen, toch? Dat ze niet daarvoor kunnen zorgen, moeten die instituten worden gebouwd, zodat we daarin mensen hebben die de zaak kunnen controleren. En je moet verder gaan. Je moet ook een wet maken dat alle functionarissen die dit land schade laten leiden door nalatigheid of door mee te werken aan corruptie en dat soort dingen, dat ze verantwoordelijk worden gesteld voor die schade. Wie spaargodok is maar te kunnen kombakken bij schrotting. Behalve schrotting, te kan money kombakken, want dat is belangrijk. Want als je de mensen opsluit, Ricky, in ik is dat money terug, want daarmee, door die man op te sluiten, kunnen we ons onderwijs nog niet opklikken. Dus we moeten zorgen dat die mannen niet kunnen stelen of de staat niet kunnen benadelen. En als ze dat doen, we gaan te kan money bakken. Dat moeten we doen. Ja, ja. Dus wanneer men zegt van ja, dat meneer Santoki niet verantwoordelijk is voor het debakel wat we nu hebben, want hier aan de radio, hij wacht op die $64 miljoen die IMF moet geven en nog $120 miljoen. En even mooi dat ik bij toe. Dus eigenlijk wil hij met leningen ja, het moment halen waarbij in 2028, ja meneer, hoe heet weer, Total begint te pompen.
Maar tot nu toe is het nog niet duidelijk, Ricky, wanneer total winstbelasting begint te betalen. Toch? Ja, ja. Het is nog steeds niet duidelijk. En het is ook niet duidelijk, Ricky, dat als er een lekkage mag plaatsvinden, een ongeluk mag plaatsvinden, wat we niet willen, want niemand wil dat hebben, niemand wil dat olie, onze rijstvelden en zo, en die van Guyana en die van al die andere 12 landen, dingen vernietigen. Maar als dat gebeurt, moeten we ook nu weten hoe dat wordt betaald. Gaat dat betaald worden uit de opbrengsten van de olie? Of gaat dat door een verzekering, ja, die total moet afsluiten, betaald worden? Want als het uit de opbrengsten betaald gaat worden, dan worden we toch liever olie in agrarische mensen. Want dan gaan we niets overhouden. De Fatsinkra Klaboe zou kiezen, gaat alles weg. Dus meneer Santokki heeft het duidelijk, eigenlijk helemaal misgeslagen. Ja. En natuurlijk zijn zijn adviseurs ook medeschuldig. Maar hij als president moet ook ontwikkeld zijn en verstand hebben van waarmee hij bezig is. Dus er lopen genoeg kundige mensen hier rond in het land die hij om advies kan vragen. Ja, en ik weet dat heel veel mensen zich hebben aangeboden, maar de president had geen behoefte om juist die mensen om advies te vragen. Juist de man zang de wezen aan het persoonlijk belang. De maat die ik kon antwoorden, die mensen zie je rondlopen langs waar de president aanwezig is en dat soort dingen. Mensen die ons komen vertellen dat die deal met Petronas een goede deal is. Dat soort mensen. Ja. Maar weet je, wanneer ik je zo hoor praten, word ik er steeds mismoedig van. omdat ik de mening ben toegedaan dus dat er geen nationale liefde is. Er is geen vaderlandsliefde. Want je hebt steeds van die mensen die aan de macht komen. Want wanneer ik zo naar je luister, dan hebben we eigenlijk diezelfde soort situatie van mismanagement. Hebben we tijdens Finishan gehad, tijdens Boutersen gehad, tijdens Tjan gehad. Zo, dat gevoel krijg ik. En tijdens die periodes hebben ze dus al die controlemechanismen kapotgeslagen. Zo komt dat bij mij over. Ja, maar de hoofdverantwoordelijke is nog steeds het kiezersvolk, de bevolking. Maar kijk, Ricky, wij als volk, bedoel, de laatste tijd hebben we wat problemen met ons onderwijs, maar we zijn geen domme volk. We zijn geen domme volk. We hebben nu NOS, we hebben televisie, we hebben YouTube. We zien wat gebeurt op de wereld. Toch? En dan nog blijven we kiezen voor onderontwikkelde mensen. Ik bedoel dat die assemblee niet functioneert. Hoeveel grappen maken we niet over die assemblee? Wat voor opmerkingen hoor je niet over die assemblee? Maar we blijven diezelfde mensen kiezen. Maar er is geen alternatief. Er is altijd een alternatief, Ricky. Toch? Er is altijd een alternatief, ja, om zaken veranderd te krijgen. Toch? En het is zo dat we zo onmachtig. Wij als volk hebben echt de macht alleen. Ja, we weigeren onze macht te gebruiken. We weigeren, ja, eigenlijk beslissingen te nemen die ons uit de armoede moeten halen. We blijven ons handje ophouden voor een pakket, want dat is onze cultuur. Ja. Als de VP voor bij VCB rijdt en dollars daar of geld daar strooit, dan mag een lompje. Weet dat hier, Ricky, if you want, als de omstandigheden daar er niet voor is, dan is dat eer en opvang je even. Eén keer, maar ze van mijn 20. Ja, stel dat een helikopter aan mij iets. Ja, en we vet van mij krimpt, dat is er van mij. Dus we hebben als volk ons trots, ja, kwijt. Ons moraal, ons ethiek, unabe moro, waardoor die politici ons alles kunnen voorhouden en weer brieven. Ja, ja. Wanneer nu YouTube bol staat en het nieuws van over zaken die gebeuren en politieke partijen en zo. Het zijn zaken die we al lang weten. Meneer Kennis Sloten, nou, bij Kara YouTube, hoe leggen ze uit? Iedereen, het is publiek geheim toch? Anders kan een land, Ricky, die vanaf 2010
10. If we look at the export of go-to nga oli, toh? Nga di 400,000 suma sa abi 600,000. Budo aso ang bicha crisis sen. Ya. Ma ana, de bele so toh? Ana, bele so. Aso elag metal car bisa wara. A crisis na be begin so. Okay, may I have the states on yeah, but stays over the fall at follow at follow. But if you know before tell me over the helder and starch only and gas and oil and the mismanagement, the Rama Plus vinden, dan zou ik het ook niet geweten hebben. En ik zou het niet begrepen hebben. En dan kijk ik bijvoorbeeld naar mezelf van, ik ben toch wel een beetje geschoold. Dan wat verwacht je dan van een massa die dat niveau niet heeft? Dus ik denk dus dat die controlemechanismen, die deskundigen, die zouden moeten aan de bel moeten trekken. Wat niet gebeurt. Dus ik ben ook bezig op twee radiostations in Nederland op de maandag en donderdag. En daar is de discussie ook met mijn vriend Dennis Belfort. De mensen hier kennen hem dus ook al. Mm-hmm. Van waarom wij die onderzoekingen die we verrichten nu naar het slavernijverleden niet doortrekken naar Suriname. Mm-hmm. Want alle ontwikkeling in Suriname begint, ja, met het binnenstappen van Abraham Grijzen. Mm-hmm. Ja, dat we gaan kijken waarom wij ons zo gedragen. Want we koolieblakama, we Japanese en zo. In Nederland mag je geen koolieblakama meer zeggen. Daar moet je Afro-Suriname zeggen, Creole en Hunnistana. De man dat vind je mag dat morgen. Maar waarom wij ons zo gedragen? Ricky, hoe vaak zie je in Suriname iemand een boek lezen? Bibliotheek? Nee. Visionair morgen. Toch? Als klein jongen weet ik nog op Mongo, ik heb een bibliotheek daar bij Abrasief Bambi School aan de Julianastraat. En mevrouw Elsenhout was daar directrice, althans in bedrijfresie. Wel, alle boeken die door kinderen gelezen mochten worden, allemaal op de leesporen. Dus alle die over gaan naar de bibliotheek voor kinderboeken. Ja? Dus daarmee werd je analysevermogen, ja? Want mijn bek is 10 taps kolorekje, omdat het nanga, de nanga, dat altijd bijna een probleem, mm-hmm. Jimmy. Altijd, tanga no. Me het peem, de anga peem, de me dat, anga di, anga asanti. Maar, analyse. Altijd, me kies hier cijfer. Mene wik sa tien om van, ja, de nanga het. Mm-hmm. Maar goed. Dus wie lek san nang ching, ouders, we moeten leren, proberen ons kinderen te stimuleren om te lezen. Ja? Om de kranten te lezen. Actie op ching, zij lees in een krantje. Ja. Want als je komt biggie, even naar algemene ontwikkeling, kan je ook niet functioneren, ook al ben je voedseltechnoloog. Als je geen algemene ontwikkeling hebt, ga je niet kunnen functioneren. Ja. TD Holland zelf, als die bakker in de trein zit. Ja, de maat heeft mij in trein de mij leesboeken. Mm-hmm. Of in bus. Of ten moment doen wacht hij naar apotheek of naar datra, dat de beurt dat mij lees dat. Ja, hoe niet lees je? En dan, man, even ter alle. Dus daarom zeg ik toch, hoe kan de man bij Radio ABC gaan en daar verklaren dat de deal met Petronas goed is voor Suriname? Hoe? 10 jaar vrij van belasting. Ja, ja. Want ik heb het niet verstaan, ik heb het rekenen aan ontwikkelen van kunde, omdat ik hier, no? Na 10 jaar positie. Voor hoeveel jaar doen wij het gas daar? En wat gebeurt op de wereld? Dus omdat ik lees een bericht in Trinidad, voor Trinidad, dat nieuws, toch? Die de man zegt, hé, zei ik dat ja. Die president tegen ons, hij zei, nou, ook ontwikkelen een boxje daarbij. Naar goedkope gas. Ik dacht, goed dan. Er is nog niets gedeeld. In ons contracten met de bedrijven heb ik, trouwens, we hebben ze tot vandaag niet gezien, weten we niet wat daarover staat in die deals met Total
als Total alleen dat gas gaat gebruiken om weer terug te injecteren om die olie gemakkelijker in de lucht te krijgen, of wat ze daarmee later gaan doen. En als Suriname het zelf kan ontginnen om dan samen met Sinalco daar in West-Suriname of samen met Total het project kunnen ontwikkelen. Mm-hmm. We hebben contracten getekend, toch? Zonder Total vast te pinnen even hier en nog even naar olie binnen 3 jaar of 4 jaar in pompen. Mm-hmm. Nu hebben die man een contract getekend, gegeven. Waarbij als Total morgen zegt, hey, luister nou, het is op dit moment voor mij niet rendabel om te beginnen. Want hij heeft gezegd op een vergadering in Amerika, ja, dat hij geen problemen heeft om het uit te stellen. Mm-hmm. Toch? Dus die man is niet aan niets gebonden. En als we dezelfde politieke leiders hebben zoals meneer Wouters het toen met Alcoa, dat ondanks een contract, een waterdichte contract, je dacht van, hey, Reno, we zijn niet slim genoeg om tegen Alcoa te vechten. Dus, met de manco. Dus wij als Suriname gaan heel moeilijke tijden tegemoet, mensen. Ja? En we laten ons als schapen behandelen, omdat wij weigeren onze macht te gebruiken. En als er een koelie of blakaman zijn, mensen. Dit land is vanaf 1975, mensen, 44 jaren geleid door een niet-Hindustaan. 44 jaren. Dus wanneer mensen op de radio en televisie komen, we willen nu een Afro-president en dat soort flauwekul. Geef aan mensen dat men, hoe gering schatten men omgaat met uw verstandelijk vermogen. Het is niet wanneer een koelie daar zit of een blakke man daar gaat zitten dat het beter gaat gaan met het land. Het land gaat alleen maar vooruit gaan wanneer we daar een terzake deskundige plaatsen. Precies zo toen we Eddie Jarab hebben geplaatst als deskundige bij Staatsolie en Manchari Kong. Waka, toch? Nu genieten we alles ervan. We hebben toen niet gekeken als Eddie een koelie was of een blakke man. We wilden de beste daar hebben. Wanneer u zelf naar de arts gaat of naar de academische geneeskunde, wil u ook de beste arts hebben. Mm-hmm. Toch? Mm-hmm. U wil de liefste verpleegster om u heen hebben. Mm-hmm. En niet een verpleegster die u afsnoot, mm-hmm, door welke reden dan ook. Alleen omdat als maar deersmiddel, dus dan wil ik het wel hebben. Ja, no matter what. Mm-hmm. Naar mijn eigen man, naar mijn familie, ja, naar mijn mati. Dus maar mag grof, maar grof. En maar mag verdienen niet toch niet. Ja, ja. Mensen, dat moeten we niet willen. Mm-hmm. En tot nu toe, mensen, biggie, dus wie is er op een cultuur, Dennis, Ricky? Hoe loopt Biggie Sani? Kan kantri bong, namoro Biggie bong zou op is er na, toch? Maar je kan niets er maar mee doen. Je kan geen huis van bouwen, geen, niks kan je, en tegen de durfkoting, de spooksan en de takkoosan is aan de jimantjeri. Ja? Op die kankantrieboom wonen, alleen maar slechte dingen. En zo had je ook toen aan de politieke partij, omhoog de bi, hoe minder controle je als kiezer hebt. Mm-hmm. Want if jullie kiezer, of toekomstige kiezer, iemand stemt op een partij, die weet dat, hey, ik wil de deskundige van die partij spreken, met een actie was aan je. Wat heb je met nangen? Ja, ja. Wat heb je met nangen? En is die man bereid jou de waarheid te vertellen? In tegendeel, Teuga Radio is schrijf ons aan Itakwasani. Ja, dat is van Itafu. Voor niet dat hier. Rancune. Zijn je toch niet bekend, Ricky? Mm-hmm. Als je ergens werkt en je hebt kritiek op het functioneren van de leiding, kritiek in die zin, dat ook een ego boom. Amai is hij lekker iemand poer, Auroko. Maar vergeet helemaal dat hij daar is om te werken voor de gemeenschap. Mm-hmm. Dus wanneer ik toe naar je luister, dan komen we er niet uit. Nee, we gaan eruit komen. Wat we moeten doen, ja, is dat we als volk een keertje, als aan zag gado jono verstang, ajono boko boko. Mm-hmm. Toch? Dat we een keertje dat gaan gebruiken. Oké, okay, wat doe ik? Ik kan gado neem. Brunswijk heeft recent in die keer, die vorige week zaterdag, heeft hij gezegd, God heeft hem gaven gegeven om de zaken op te lossen. Dus, en nu haal jij dat van God aan. Dus, allemaal los de problemen op. Nee, Jereno. Dat noemt Trasani.
toch? Wanneer we zeggen Gadogio verstaan, toch? Dan had je verstaan, maar voor de ontwikkeling van je verstaan, zijn eerst je ouders, je moeder, dan is papa. Want eerst staan ze aan je barita geboren, maar. En je bent nooit pa. Ma, dus ma heb je ontwikkeld op ching. Ma is de eerste guru, zeggen we bij de Hindustanen. Moeder is de eerste guru. Daarna volgen de pa en de buren. En vervolgens de onderwijzer. En dan daarna wie allemaal daarbij komt. Je vrienden, et cetera, et cetera. Toch? De ontwikkeling van je hersenen moet gebeuren op school. Toch? Want daar, na je vierde jaar, ja, na onderwijzer vorm je door. Want die is 8 uur per dag, ja, intensief met je bezig. Je schrijft bij uit je roe naar 16 euro, bij tafel, 16 euro. Look how many you ouders al hebben. Dus we moeten, ja, onze hersenen ontwikkelen zodat we kunnen zien als Ricky onzin verkondigt. Want laten we eerlijk zijn. Ga u maar zelf na. Zet op een rij wat de vice-president tot nu toe gepresteerd heeft. Een man schrijft tak in een kouteren, toch? Dan wat doe je nog meer? Eén schrift tegen je tak in een kouteren. En je zegt dat man nog tegen je tak adon le kouw bak af toe. Want af toe nog vader van teren. Maar misschien bedoelde hij dat ook. Weet je, dus wij moeten ervoor zorgen dat we, ja, nadenken. Even nog sabi actie de ching zal leren. Toch? Van hoe zit dat ding precies? Hoe zit dat ding precies? Ja, ja. Je zei, wat te man kan radio, Dennis. Bij Dennis, omdat maandag man gaan doen, interview toe. Rekki, te man kon aan jou, dat wist naar mij, heeft mij tegen jou aan staan, dat jou taak na voegen verifiëren, heeft samen taak hier. Klopt. Nee, ik kan jou wat raam aan in dat programma te leggen, uit dat iedereen ook kent, zoek ook van iedereen, achas deel naar boem, zei jou taak hier, waarom vind jij, sorry, dat het wel goed is. Maar je kan het niet in de lucht laten blijven hangen. Leuk presentator. Want daar werk je mee, ja, om dit volk achter te houden. Want wat man kon, ja, leuk familie legt me zo uit. De euro kon, gotcha de man kon, zei leg uit dat Telte en Hildeberg en Afinitiaan heeft prachtig werk voor je. De boer ook, want we hebben toen overleefd. Ja, ja. Ja, maar ze hebben toen niet de juiste dingen gedaan om ons goed en werkelijk uit de pinari te halen. Want zij hebben, ja, de economie geliberaliseerd. Zij hebben alle wetten afgeschaft. Zij hebben de weg gemaakt dat de minister eerst door de DNA in staat van beschuldiging moet worden gesteld. Ja, ja. Je hebt het al eerder vandaag aangehaald. Maar waarom zouden ze dat doen? Waren ze bang dat hun ministers vervolgd zouden worden? Ik weet niet, dus het hangt ervan aan. Dus ik weet niet, dus waarschijnlijk verwachten ze dat ze misschien ministers hadden die vervolgd zouden worden. En dat bouwden ze overnemen en zo kunnen grijpen? Dat van dat ministers na een jaar hun leven lang niet meer hoeven te werken, is ook van toen afkomstig. Ja, ja, ja. Is dat je toch? Dus eigenlijk, de morgen jong werd, zou ik in akkoord is hoeven niet te gaan konden. Nou, dat heb ik hier. Ja, ja. Weet je? Dus daarom... Ik kan me niet voorstellen dat Nanga Afrikaan Sao Abi dat we mensen in dit land vooraf houden. Toch? In de macht dat niks, in de macht liever kritiek, in de macht dat niks verkeerd. Toch? Man Dave Kirio. Ja, ja, ja. Ja? We moeten mensen niet... Toen Venetiaan president was hij het niet gratis. We betaalden hem daarvoor. Ja, ja. Toen Ramsadio vice-president was, toen nu Ronnie, nu Chan, toen Bout, we gingen ze betalen, de assembleden ook. Waar ik even van twee man kon naar jou, dan man hadden we ook een in het centralisme. Nee, je nou kunt tegen morgen. En moet niet zijn we spreken, je weet dat je op een hand geluid hebt, maar dat ik nou bas in de dorp kom, ik geef te geluid. Ja toch? Ja, ja. En waarom trekken we die lijn niet door? Die mannen worden betaald, ze zijn niet gratis daar. Die mannen worden voor betaald. Ja, klopt helemaal. Maar ik denk dus dat het etnische ook een nadeel is. Toch? Want als een man besproken wordt die op mij lijkt, dan wil ik niet meewerken.
Nee, dus daarmee deed je onderzoek naar ons slavernijverleden en alles wat daarmee te maken heeft, contract, alles. Moet onderzoek je instellen zodat we kon leren, toch, gebruik over staan. Want dat is zakbaar, ja. Maar dat betekent nu dat de witman gewee, dat omgie een rol van witman naar de man zou geven. Ja, ja, ja. Want dat we doen we nu. Ja, ja. Toch? Daarom... En bij volle bewustzijn doen we dat. Ja, ik zou dus eigenlijk ieder adviseren om eigenlijk dat boek van André Haakma te lezen over corruptie en corruptiebestrijding. Omdat hij gaat vanaf een gouverneur van Sommersdijk, kijkt hij dus naar alle soort vormen van corruptie die zich ontwikkeld hebben. En uiteindelijk, en mevrouw Van Dijk Silos, die zou ook die uitspraak hebben gedaan. Suriname heeft een corrupte maatschappij. Suriname is een corrupte maatschappij waarbij corruptie op verschillende sectoren, afdelingen voorkomen. Dus, en hij geeft dus ook aan dat corruptiebestrijding niet is. Ik ga maar iets gewoon voorbeeld geven, corruptie in onderwijs. Dan kan je niet alleen slechts het bekijken in onderwijs. Er zijn een heleboel factoren die je mee moet nemen, wil je corruptie bestrijden. Helemaal eens ermee. Dus, maar we zeggen het ook, een volk verdient een regering. De leiders die ze verdienen. Ja, kijk, niet is statisch. Alles kan veranderen, toch? Ja, ja, ja. Dus, en als we weten, en als we zo vaak via de radio horen en in de kranten kunnen lezen hoe we voor de gek worden gehouden, hoe het gebeurt in Guyana. Maar we zijn met ons alles eens dat de Guyanese leiders daar een slechte deal hebben gemaakt met Exxon en al die bedrijven daar. Maar ik hoor de bevolking hier geen rekenschap vragen, ook niet de assemblee van Ierino. Leg me uit, sta je tegen. Ja. Maar ik merk het op Facebook. Ja. Kijk, we maken eigenlijk geen gebruik van die technologische vooruitgangen die er zijn. Kijk, Facebook heeft het voordeel is dat je heel veel informatie kan krijgen en ook kan delen. En ik merk bij wijze van spreken op, als ik bijvoorbeeld een of andere gekke opmerking heb gemaakt, of een gekke foto, dan zie je dan likes. Wanneer je dus iets serieus zegt, energie lijkt. Nee, no. Dus ik ben bij wijze van praten van, de first lady van Suriname had een roze broek aan met slip aan met een gat. Mm-hmm. Meneer. Like. Mooi. Like. Maar ik weet dat hierin, de first lady is geweest naar een school op Jumu. Mm-hmm. En daar heeft ze de kinderen voorgelezen. Mm-hmm. Heeft niet meer aandacht daarvan. Nee, niet interessant. Nee, niet interessant. Ja, maar dat geeft ook aan bijvoorbeeld een bepaald niveau en hoe we naar zaken kijken. Terwijl de first lady dat heeft gedaan om anderen te simuleren om hetzelfde te gaan doen. Ja. Om zich dienstbaar te maken voor de gemeenschap. Bomen laten staan met hun bakroes en lewas. No? En gaan kiezen voor functionele bomen. Mm-hmm. Waarmee ze iets kunnen beginnen. Goed, je praat een pina bong tapijari. Ja, ja. Om een produceri bong. Isap tak bakas om een ten je vino, bos produceri. Isabi, evi praat een pepere bong. Ja, ja. Iu sabi tak bakas ik zie wiki je oogst pepere. Baka negi mong of drie mong of six mong je haar wang saba. Mi beshi voor stena bij VHP of bij Radica Ibab. Tumang sabi kong. En leg uit dat steek je handen in de grond. Potwank sabbatiki na grond. Maak je economisch weerbaar. Ja, ja, ja. Is dat weer toch? Dus als mensen, je moet je onafhankelijk maken toch, van degene die je willen patroneren. Dat je naar een pakket van nodig of een gasbom. Jusruf kan bijen. Jusruf hebben bepaalde otter je drink je bier. En dat man die een bier dan pas. Je drinkt een bier. Je is maar bij. Alla die wani. Ja. En dat kan je wanneer je onafhankelijk bent. Wanneer je zorgt dat je eigen brood op de plank kan zetten. En niet wanneer de politicus of de assemblee dat goed vindt. Ja. En je bepaalt ook welk brood je accepteert en welk niet. Ja. Want je kan het zelf. Ja.
Oké, we zijn zo'n beetje aangekomen aan het einde van het programma. Als je misschien een aanvulling hebt, dan krijg je nu de gelegenheid om dat aan te geven. Nou, dus ik denk dat er nog meerdere programma's gaan volgen. Sowieso. Als de luisteraars en jij niet van me vervelen. Nee. Gaan er nog meer volgen, dus laten we het hierbij houden. Ja. Nee, je moet het zo zien. Jagannath Lachman heeft een uitdrukking gehad waarvan ik altijd gehouden heb. Hij zei bijvoorbeeld, er is een muur en hij heeft een hamer, een kleine hamer in zijn hand. En hij wil die muur neerkrijgen. En dan begint hij op die muur te timmeren. En hij gaat die muur neerkrijgen afhankelijk van het geduld en die doorzettingsvermogen die hij heeft om te blijven timmeren. En Miloba uitdrukt in dat die, en dat is wat wij moeten doen. We moeten dus blijven timmeren, zodat mensen kunnen gaan begrijpen waar het eigenlijk om gaat. Ja, maar dat aan de beleerding, volgelingen, want is die volgelingen bij kritiek op bij ons staan, dat we dat iemand kost op een stoel. Dat stoel of meer, man. Daarom niet tegen je, we willen voor uitdrukking vindt. Maar meestal zeggen politici dat ze niet menen. Dat ze niet menen. Dat is waar. Dat is waar. Dat was het voor deze keer, dames en heren. Tot de volgende week. Doei!